Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. You just give me a... Dit is de leukste weekvlog ooit, want ik ga met Stan naar Italië. Oh my god. Morgenochtend vroeg gaan we vertrekken. Ik dacht, hoe leuk als ik alvast een pakketje laat zien met allemaal leuke items van Look Fantastic. Nou, vraag ik vannacht. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk nu wel filmen. Ik heb namelijk weer een leuk pakketje ontvangen van Look Fantastic. En jullie weten hoeveel ik van Look Fantastic hou. Look Fantastic heeft alle soorten beautymerken die je maar kan bedenken. Skincare, haircare, maar ook beautymerken. Het is... echt mijn grootste nummer 1 website die er bestaat. Het is elke maand weer een feestje als ik daar dingen mag uitkiezen. Ik heb een doorlopende kortingscode, SARAVOF. En dan kan je dus altijd met heel veel korting shoppen. Maar de linkjes zouden ook in de beschrijving zijn. Ik ga jullie nu laten zien wat ik heb. Maar eigenlijk al mijn shampoos, Olaplex, Kerastase. Veel betere prijs. Dus prijs-kwaliteit verhouding is gewoon top. En dan kan je dus ook altijd nog korting krijgen. Ik kan er wel een uur over door. Maar ik ga jullie even laten zien wat ik deze maand heb geshopt. Ik heb ook wel dingetjes besteld voor Floor. Floor is mijn manager en vriendin geworden. Ik dacht het wel leuk om voor haar ook wat te bestellen. Dus zij had dit uitgekozen. Teeth Whitening Strips. En toen dacht ik, dit wil ik eigenlijk ook. Dus ik heb ze ook voor mezelf. Teeth Whitening Strips en Toothpaste for Whitening Teeth. Ik ga dit meteen gebruiken, want I want some white teeth. Tandpasta. Ik heb hier al een normale tandpasta van. Die vind ik heel fijn. En dan heb je hier die strips, denk ik. Nou. Ik ben benieuwd. Ik heb het wel eens vaker gebruikt van de strips. En het werkt gewoon oprecht. Maar je moet het gewoon doen voor een avondje uit. Zeg maar. Het is niet long term. Maar het is gewoon korte termijn. Dat het even, gewoon even die witte touch geeft. Dan heb ik een masker van Aveda. Aveda is ook echt een top haarmerk. En ik had helemaal geen maskers meer. Dus ik dacht, ik moet even een maskertje bestellen. Ah, dit ruikt zo lekker. Een treatment mask, deep moisture. Dan heb ik een topcoat van Essie. Dit is een gel topcoat, want ik heb sinds kort een gel lamp. Ja, een lamp voor gelnagels. Ik heb zelf acrylnagels, maar deze die zijn voor mijn tenen. Dus ik heb een gel topcoat gekocht. Ook voor mijn nagels een nagelcutter. Dit is voor je nagelriem. Je nagelriem. Ja, ik vind het gewoon zo satisfying om te doen. Dan de beste gel die er bestaat van Cantu. Het is gewoon een topgel voor als je een strakke staart wil of een knot of whatever. Daarvoor heb ik ook nog een extra hold edge stay. Wat? Dat is echt een hele harde gekke gel. Dan heb ik voor Stan een deo van Paco Rabanne. Hij zei ik heb een nieuwe deo nodig, dus ik dacht lekker deo. Ik ga ruiken hoe deze is. Oh, dit is zo fucking lekker. Dit is gewoon een parfum. Nou ja, fucking chill wel. Dan ruik je ook gewoon meteen lekker. Leuk cadeautje ook voor je vriend dus. Dan van Laura Mercier, een Tinted Moisturizer Bronzer. Dit zijn echt mijn ultieme favoriete producten van Laura Mercier. Ik heb hier de Tinted Blush van, maar ik heb deze dus voor Floor. Deze wilden ze graag. Helemaal leuk. Maar deze zijn echt top, die liquid Laura Mercier dingen. I love it. Een Bobbi Brown concealer. Oh ja, deze heb ik voor mezelf. Oeh, ik ben benieuwd naar de kleur. Deze ziet er wel heel goed uit. Skin full coverage. Een borsteltje. Dit ziet er wel echt perfect uit hoor. Ik hou ook echt van Bobbi Brown. Bobbi Brown is echt my jam. Maar dit is gewoon een perfecte concealer. In mijn eigen huidskleur. Dus niet te licht, zeg maar. En dan ja, is dat gewoon top voor in de zomer. Vind ik altijd. Helemaal slaying. Anastasia Contour plus Highlight Stick. Oh, dit is mijn nieuwe contour stick. Jongens, if I tell you. Eén favoriete product heb op deze hele aardbol. Is het wel deze contour stick van Anastasia. In de kleur Mink. En deze is dus een beetje... assig bruinig. En het is zo'n mooie contourkleur. Ja, dit is gewoon echt denk ik mijn favoriete product op deze aardbol. En dan heb ik voor Floor, heeft zij van Anastasia, een highlighter stick gekocht. Ah, wat grappig. Kijk, dus aan de ene kant heb je een borsteltje. En aan de andere kant heb je de highlighter. Ja, ik ga hem niet zwart hoor, want hij is voor haar. Maar het ziet er heel mooi uit. Nice, ik heb nog geen highlighter stick, dus... als jij deze goed vindt. Dat was weer de bestelling. Vergeet natuurlijk niet mijn kortingscode SARAVOF te gebruiken. Dan kan je weer lekker je favoriete producten aanschaffen. Met korting. Goedemorgen allemaal. Nou ja, goeiedag. Wat is nu
4 uur. En we moeten nog 11 uur lang rijden. Ik zit net op de weg. En ik ga even proberen te slapen nog. En we gaan naar Italië. Ik heb er zoveel zin in. Alles zit helemaal gepakt in de auto. Maar ik ga eerst even nog een gezicht doen. Nou guys, het is inmiddels alweer 10:30. Ik heb een paar uurtjes geslapen. Was heerlijk. Het is nu nog 5 uur. Staat er. 6,5 uur aan het rijden. We zijn 6,5 uur aan het rijden. Het gaat echt snel. Toch? Wat vind jij? Gaat top. Jij bent natuurlijk alleen maar aan het rijden. Het maakt mij het heel rustig op de weg. Ja, dan rijdt echt. We hebben één keer 10 minuten. Ja, het was niet eens een file. Nee, gewoon een beetje druk. Het gaat fucking chill. Het gaat echt heel erg chill. Zullen we even stoppen, tanken of plassen? Dus ja, gaat eigenlijk perfect. Nou. Tot nu toe. Helemaal top. Wow. Het is. Wow, wat de hel? We zijn opeens bij het Ziekmooie Meer. We zijn dus nu in Zwitserland, bijna in Italië. En het is nu nog 2 uurtjes rijden. Terwijl we eigenlijk. Ja, het is nog 93 kilometer, dus we gaan waarschijnlijk moeten veel door de bergen en zo. Ik vind het ook best wel warm hier. Maar ja, de reis gaat wel echt heel goed. Dus ja, helemaal top. Nou jongens, we zijn bij Como. We moeten nog 10 minuutjes in de auto. We moeten allemaal echt ziek nodig plassen, want we zijn ook echt maar één keer gestopt. Maar we hebben het wel echt, hoe lang hebben we nou overgaan? 12 uur? Nee, iets langer. 12 uur en een kwartier ongeveer. Ja, nou dat is echt heel snel hoor. Ik weet niet. Dit kan je gewoon niet in één keer halen, je moet gewoon steken. Ja, dus we zijn nu echt op een bergpad waar je u tegen zegt. We hebben sowieso echt een hele berg toeristische route genomen, maar het was wel heel leuk. En heel mooi. Maar kijk, je kan hier die kronkelweg gezien. Nou, sorry hoor. Als we hier een tegenligger tegenkomen, dan zijn we echt de lul. Kijk, hier is het Como meer. Dus ja, zijn er bijna. Nou jongens, we zijn aangekomen bij zijn Airbnb, bij het Como meer. We hebben net heel even gechilled. En kijk deze view, het is echt niet normaal. Ja, deze zit nu dicht, want daar schijnt het de zon in. Maar kijk dan, we hebben echt een zieke view op dit leuke terrasje wat er dus ook bij hoort. En op het Como meer. Het is nu een beetje bewolkt. Maar het is ook al wat later. We gaan nu even naar een supermarkt hier dichtbij lopen. En dan even wat avondeten halen. Een stokbroodje of I don't know. En dan lekker op dat terrasje zitten en het opeten. En we hebben hier nog een chippy. En ja, nog niet heel veel allemaal. Ik ga denk ik ook gewoon lekker op tijd slapen. Oh, hebben we spelletjes? Ja. Heb je die? Je kan in de tas zitten. Oh, nou dan kunnen we ook lekker een spelletje doen. Ja, dat is leuk. Gewoon lekker chillen. We kunnen morgen gewoon lekker op tijd eruit. En dan gaan we gewoon lekker de hele dag hier. Gaan even naar beneden lopen. Misschien daar even koffietje doen. Nou, we zien het wel. En dan pakken we dus de pont naar Bellagio. Bellagio of zo. Dus ja. Ja, is dat echt zo? Ja, ik weet niet. Volgens mij heb ik dat verzonnen. Oh nee, we hebben nog een B-E-L-A-G-I-O. Bellagio. Bellagio. En die kan je misschien zien. Waar? Nou, als je die kant op kijkt. Oh ja. Misschien kan je hem zien dan. Ja, ik wil ook even naar dat boventerras lopen. Ja. Want we hebben dus blijkbaar ook nog een terras boven. Dat is ook helemaal leuk. I love it. Hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. We zijn wakker geworden bij het Como. We hebben net even ontbeten. En we gaan nu lekker op de wandel. Namelijk naar een kasteel. Wat hier heel, nou ja, niet dichtbij zit. Maar wel in de buurt. Bij Fetio. Oh, er staat hier 10 minuten lopen nog maar. Ja, hier, ik zou mijn video. Oh, nou, dat valt echt reuze mee dan dus. Maar het is wel een hele steile berg omhoog. Dat is wel leuk. En daarna gaan we naar Bellagio. Bellagio, denk ik. Dus, leuk dagje hier. Is hier een pad of zo? Weet je, jongens, daar. Bij die kerk, is ons huis. Ze hebben dit gewoon al helemaal zo gelopen. Echt. Ik vind dat echt heel bizar. Dat je ook gewoon kan lopen. Oké, we gaan er nu heen. Nou jongens, we zitten op de top van de
toren of het kasteel. Echt heel mooi. Uitzicht heb je nu over het Comomeer. Daar nog zit een huis. Ja, ik vind dat we hier nog best snel heen zijn gelopen in vergelijking als je ziet hoe ver het is. We zijn ook in één keer doorgelopen. Ja. Maar het is hoog. Ja. Als ik hier naar beneden kijk. Oh. Ik word niet. Oeh. Ik word niet goed hier. Heb je hoogtevrees? Ja, een beetje. Niet chill als we overheen hangen, zeg maar. Nee. Maar kan er wel ik ook niet hoor. Kijk, volgens mij is dat die pont. Leuk, die gaan we straks pakken. Heb je hoogtevrees? Alsof je me net een week kent. Nou jongens, we zitten nu op de ferry. We hadden echt perfect timing. Het is ziek geluk. En we gaan nu naar Bellagio. Lekker gechilled op de kamer en op het terras. Ik heb nu deze outfit aan. Eigenlijk meer voor de foto. Want ik heb net een leuke foto gemaakt hier. In het raam. En we gaan nu naar een restaurantje hier. Echt naast. Enige restaurantje hier ook in de buurt. Het is gewoon een soort pizzeria. Maar een beetje boeien. Gewoon even leuk. Ik heb deze... Wat? Is toch leuk? Weet je wat? Gewoon boeien. Even leuk. Dit is jurk aan van Chiquelle. Hoe cute. En deze slippertjes. En mijn tasje van Naked. Nou, helemaal leuk. Alweer laatste avond. Niet hier? Ja. Hier? Ja, oh hier. Ja. Zo ook letterlijk de tweede. Ah, maar gisteren telt niet eens mee. Nee. Jongens, kijk hoe cute dit restaurantje is. Het zit echt 1 minuut lopen van ons. En het heeft echt een ziek leuke view. Nou, helemaal top. Jongens, we zitten bij het restaurant. En het is zo keihard aan het regenen. Maar het is eigenlijk wel een vibe. Want we zitten hier eigenlijk gewoon helemaal droog. En we zijn lekker een rode wijntje aan het drinken. Lekker spelletje aan het spelen. Dus helemaal chill. Love you. Goedemorgen allemaal. Het is bijna 10 uur. Ik ga even naar het supermarktje lopen hier in de buurt. Ga ik even wat broodjes halen voor ontbijt. Ik heb weer leuk deze jurk. Fucking chill. Gewoon lekker luchtig. En we gaan zo meteen alweer weg hier. Echt jammer, want het is echt ziek snel gegaan. Maar ik heb ook wel weer zin om allemaal andere nieuwe dingen te ontdekken en zo. Gisteren een super leuke dag gedaan. En heel veel gezien. Dus ik heb het ook wel weer een soort gezien hier. Wat wel leuk. Dus gaan we lekker de auto in. En gaan we naar zijn volgende verblijf. Het ligt dicht in de buurt bij Luca en Pisa en zo. En dan gaan we dus ook naar Cinque Terre en allemaal dat. Dus ja, helemaal geslaagd. Gisteravond was echt fucking leuk het eten. Helemaal gezellig. Dat was ook echt vet cheap. Dat was echt €50. En we hadden pizza, super veel drank en zo. Dus nou, chill. Maar ja, ik ga nu even bij de supermarkt wat halen. We moeten zo uitchecken. En dan gaan we weer lekker in de auto. We hebben ook echt zin om weer gewoon lekker te rijden, weet je wel. Guys, de spullen zijn weer helemaal gepakt. We hadden sowieso niet alle spullen meegenomen. Echt een trip als je gaat roadtrippen in Italië. Of eigenlijk met de auto. Moet je gewoon een beetje een tas meenemen. En daar gewoon je spullen voor de plek waar je bent. Want anders ben je elke keer zo'n koffer aan het meezuilen. Dat is gewoon niet nodig. Dus wij hebben nu ook gewoon we kwamen hier aan en toen hebben we gewoon de spullen die we nodig hadden voor de aankomende dagen meegenomen. En dan de rest gewoon in de auto gelaten. Dus we moeten nu 4 uurtjes weer rijden. Dit wordt denk ik wel de langste trip zeg maar in Italië zelf. Want verder rijden we wel een beetje op. Ja, dat valt wel mee. Ja.
We gaan waar we niet... nu heen gaan naar Florence, is maar een uurtje. En dan Florence naar Siena. Dan is het allemaal wel prima. Dat weet ik niet precies, maar het is sowieso korter dan dit. Ja, we zitten nu te koffie. Wow. Ja, weet je, we komen dus nu ook weer... Het is echt een weg van 1 bij 1 en het is... Ja, je ziet gewoon niet of er een tegenligger aankomt. Maar jij bent een goede driver, hè? Tuurlijk. Jij bent... Ik heb er allemaal vertrouwen in. Dat ook wel mee. Hier, kom maar. Ja. Maar ja, ik vond Como heel leuk. Ik vond wel weer prima zo. Heb jij dat ook? Ja, het is kijk, je, het lijkt een beetje allemaal hetzelfde die stadjes. Ja. Dus het zijn allemaal... nu 2-3 dagen geweest. Ja, ja. Prima. Dan is prima en dan kan je wel gewoon, het is vooral omdat je... Zeg maar, het is ook denk ik een beetje waar je op instelt. Als je denkt, oh, ik ga hier echt een week verblijven, dan ga je hier gewoon heel veel dingen doen. Maar wij hebben ook gewoon nog heel veel andere plekken waar we heen gaan natuurlijk. Dus dan is het nu wel weer een soort goed. We hadden echt zo schattig, we hadden dus deze Airbnb en dat is dus gedeeld met een iemand anders. En daar hadden we een, wat gewoon wat ouder vrouwtje, we noemen haar altijd oma. En zij was gisteravond dus de sleutels kwijt, dus ze hadden haar even geholpen en zo. Maar zij is dus gewoon helemaal in haar eentje aan het reizen. Ik vind dat echt knap. Ja, ze is ook wel wat ouder, zeg maar. Oh my god, dit past echt. Oh, oké. Okay. Nou ja, we gaan dus nu weer zigzaggend de berg af. Dat is wel beter geregeld als je gaat lopen. Dan is het gewoon één rechte lijn. Dat was maar, ook leuk, hè? Dat was lopen. Ook leuk, de wandeling. Nee, dat was wel heel leuk. Maar ik vond het wel heel zwaar. Ik was helemaal buiten adem. Maar dat was wel leuk. En ja, we gaan even lekker in de auto roadtrippen en dan ben ik heel benieuwd naar het nieuwe verblijf ook. Dus ook een soort Airbnb, maar ook met zwembad en zo. Of een bed and breakfast. Nou, helemaal leuk. Nou jongens, we zijn bijna bij bestemming. We zijn heel mooi ergens in de bergen, in de natuur. Heel benieuwd. En hoe laat is het nu? Ja, 3:30. Dus we kunnen nog lekker na een middagje chillen. En vanavond kijken we af wat we gaan doen. Ziet er in ieder geval heel mooi uit. Zo, even lekker stijl weggetje. Zo, even. Ja, even waar. We moeten hier een hele scherpe bocht maken, ja. We arrived. Het bridge. Jezus. Hoe heet die? Aloro, wat is dit? Ja, dit is het. Parking. Nou. Nah. Shadow. Doe maar in de shadow, ja. Cute! Nou, we zijn aangekomen. Hoeveel kilo? 20. Kijk hoe cute. Ik ga jullie even mee naar buiten nemen hoor. Maar het ziet er heel cute uit. Sleutel, we hebben nummer 4, abrikoza. Lekker badkamertje, nou helemaal lekker ruim. Love it. We gaan nu even de buurt ontdekken. Want volgens mij is het echt heel cute. We werden in ieder geval net al heel vriendelijk ontvangen door een vrouwtje. Kijk hoe cute. Hier is het ontbijt, toch? Weer breakfast. Leuk terrasje. Of hier kan ook. Oh ja, hier denk ik. Cute. Oh, hier weer lekker zwembad. Oh, zo chill. Lekker hangmatje. Lekker hoor. Ja? Tafeltennis. Hier zijn volgens mij ook dieren. Oh, hier zijn chicken. Chicken. House of chicken. Kippies. Nou, het is net alsof ik thuis ben. Ik ook kippen. Nou, we hebben net even lekker een frisse duik genomen. Dat wil ik wel eens dan niet. We zijn nu aan het klaarmaken. Ik heb alvast een leuk jurkje aan, oorbelletje in. Want vanavond gaan we naar Luca. Het schijnt een schattig dorpje te zijn, stadje. En daar gaan we dan even wat eten. Even een rondje lopen en even wat eten. En dat is hier het meest, zeg maar, dichtbij.
zeg maar echt bekende stadje. Wat lopen en eten. En morgen moeten we dus vroeg op. En dan willen we zo'n trip naar Cinque Terre doen. Cinque Terre. In ieder geval, maar ik heb het uitgelegd. Die is natuurlijk Italiaans. Volgens mij was het Cinque Terre. Ik heb nu al bloedheet in deze lange mouwen. Dus ik zou even vragen of ik dit aandoe. Maar het is wel een heel cute jurkje. Ik weet het even niet. Stan vindt hem te kort. Dit doen? Ja, dit is heel leuk. Goed, witte blousey. Hij is wel een beetje gekreukt. Ja, maar het is van linnen. Ja, dat kreukt. Ah joh. Ik heb geen zin om te strijken. Ik weet niet eens of we hier kunnen strijken. Nee, dat denk ik niet. Nou, ik ga hem even opmaken. Nou jongens, we zijn nu in Lucca. En hier heb je dus om het historisch centrum allemaal muren. Dus je moet zo hier in de stad. Oh, ik zie daar wel auto's. Maar ja, wij hebben gewoon lekker naar buiten geparkeerd en zijn er nu heen aan het lopen. En, ik ben het aan doen. Nee. Ik leuk mijn voet op. Helemaal een vibe. Dus we gaan hier even de buurt verkennen. Vanaf dus het eten. Helemaal leuk. Nou jongens, we zijn nu op het bekende pleintje van Lucca. Het ronde, gezellige pleintje. Helemaal leuk. Nu gaan we lekker eten en drinken. Thank you. We hebben lekker Aperol Spritz. Nou, helemaal top. We gaan lekker een passetje eten en we hebben eerst een bruschetta. Nou, I love it. We zijn weer bezig met ons favoriete spel. Ik moet dat inhalen. Ja, dit is de score van de vakantie. I'm the queen of quicks. Nou, we hebben lekker pastatje. Ziet er goed uit. En smakelijk. Goedemorgen allemaal. We zijn lekker bij het ontbijt. We zijn vroeg, want we gaan vandaag naar Cinque Terre. En kijk hoe leuk we hier zitten. Lekker ontbijt. En dat vrouwtje die het de bed en breakfast weer komt allemaal lekker eten bij. We hadden net hele lekkere twee grote croissants met room en chocola. Zo. Helemaal leuk. Dus we zitten heerlijk. En we gaan zo meteen dus naar Cinque Terre. Kijk hoe lekker. Weer lekker broodje, pizzatje. Nou. Ja, jongens, we zitten nu op de ferry. Waarom heb ik zo tegen? En we gaan dus nu naar de Cinque Terre. Cinque Terre dorpjes. Vanuit La Spezia. En we kunnen alleen met de ferry naar het laatst, omdat, ja, waarom? La mer, de zee, zei ze zoiets. Ja, iets met de zee. Iets met de zee, gewoon weer een beetje. Ja, dus we gaan langs alle dorpjes varen en dan stoppen we bij de laatste. En dan gaan we kijken of we dan weer terug gaan. Of dat we nog naar een dorpje gaan lopen of met de trein erheen gaan. En stel we denken, oh, die zag er wel leuk, dan kunnen we nog met die naar de trein en dan weer met de trein hierheen. Dat hoeft niet met z'n allemaal. En bijvoorbeeld nog een stukje lopen. Ah, ik wil sowieso dat lopen wel even proberen, ja. Kijken hoe het is. Ja. Top. We zitten nu op de boot, maar de zee is echt heel wild. Vandaar dat we dus ook niet bij elk dorpje gaan stoppen. Maar ik ga stuk, want we gaan echt alle kanten op. Maar het is wel leuk. Toch? Net eten. Ja. We zijn nog niet bij de dorpjes geweest hoor. Nou jongens, we zijn nu aangekomen bij Monte Rosso El Mare. Hier is dus nu de enige stop. En kijk hoe mooi, blauwe zee. Helemaal pretty, leuk schattig dorpje. Stan, wacht even. En hier gaan we even kijken. Ja, dit is een leuke foto. We zitten nu even lekker aan het strandteentje. Daar is de zee. Stan had een dag. We gaan zo meteen hiken. Ja, we gaan zo meteen lopen. En Stanley dacht, ik ga even een groot biertje bestellen, maar ik kreeg gewoon een hele wijnfles. Er stond 0.4 op. Ja, het is gewoon 0.7. Het is gewoon bijna een wijnfles, hè? Dit is gewoon een wijnfles. Maar ik neem ook wel lekker biertje. Maar ik heb eerst even lekker colaatje zero. De boottocht was trouwens wel leuk, maar ik ben wel blij dat we niet hebben gestopt. Want we hebben gewoon in één keer gepakt naar het eindpunt, gewoon ook alleen maar. Maar dat was prima. Nou, cheers. Ah, heerlijk. Nou,
we hebben net even lekker gegeten. En we zitten nu in de trein. Echt een super mooie trein. Heel nieuw. Naar een van de andere dorpjes, de ene laatste. En daarna gaan we van de ene laatste naar de laatste een hike doen van een uur. Dus ik ben heel erg benieuwd. We zijn nu weer bij een ander dorpje. Manaroda. We gaan hier vanaf hier dus hiken naar de ander. Maar ze zijn allemaal aan het springen van die rots hier. Dus we gaan heel even kijken. Even dat kind filmen. Ai, nee, jullie kunnen niet even. Kan ik hier? Dat ze wel durven, joh. Totdat het gaat, hoor. Hoppa. Leuk, hoor. Jongens, we zijn al helemaal bovenuit het dorpje gelopen. Dit is een beetje, zeg maar, de trap. Het is geen trap. Het is geen trap. Het is gewoon rot. Stenen bij elkaar. Maar het is wel klimbaar. Dus ik ben heel benieuwd. Het is wel heel leuk. Kijk dan, je hebt ook echt ziek mooie views. Nou jongens, wij gaan lekker hier bij onze Airbnb zitten. Of hoe noem je dat? Bed & Breakfast. Bed & Breakfast, ja. We hebben lekker aperolletjes gehaald. Is het prima? Ja, is top. En we hebben lekker prosecco. Lekker sushi dus. Zat hier echt heel dichtbij. Dat was de meisje toch? Wat doe je eerst? Ik zou nu ijs doen. Nu ijs? Ja. Okay. Vind ik. Maar ja, dat ben ik. Dat is niet. Jawel. Oh, prima. Maar je moet eerst die ene en dan die andere doen. Ik weet niet, maar ik weet niet wat. Eerst stoppen met spa rood. Kijk dan jongens. We hebben zoveel lekker dingetjes. Lekker sushi. Ziet er echt goed uit. Ja, ik hou van ijs. Oh, ja, dat is prima. Maar gewoon allebei evenveel is goed. Hier hadden we het gehaald. Heel veel water. Niet normaal. Kutzooi. Hoe kan dat? Zo snel. Ja. Dat vindt hij leuk hoor. Champagne poppen. Tuurlijk vind je dat leuk. Ik weet niet of dit prosecco is. Ja. Nou, martini is soms wel prosecco, maar ik weet niet deze. Nou, we doen gewoon alsof het prosecco is. Wat is het verschil? Ja, dat weet ik ook niet. Het zal toch allemaal wel smaken, dat denk ik dan. Dat is altijd zo. 6 keer draaien en is je opa. Niet. Zie je op TikTok. Oh. Je mocht ook gewoon de bestek en zo gebruiken. Ja. Maar kijk, dit is het enige sojasaus. Ik schrok me dood. Hoeft niet. Wat ligt hier? Oh, daar zit ijs. Honkie plankie, lekker dit erbij. Stop. Ja, top. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer vrijdag. Ze zijn lekker te ontbijten. Hier echt het lekkerste ontbijt ever. Ja, we hadden net echt 2 mega grote croissanten. En hem lekker uitzicht. Kijk. Kijk dan jongens, hier. Helemaal lekker zelf gemaakte broodjes. We hadden net echt 2 van die zulke grote croissants. Ik had er trouwens een foto al gemaakt. Kijk dan. Niet normaal. Lekker koffietje. Helemaal top. Ja, hey, Johannes. Nou, we zijn nu in Pisa. Het is 11:15. Het is echt al ziek warm. En ik ben zo wit. Hoe kan dat nou? Johannes, kijk, we zijn nu hier. Dit is de... Wat was dit? De Bab? Bab de Serium. Bab de Serium. Ik kan het helemaal niet uitspreken. Sorry. En hier is dus ook de Tower of Pisa. We hadden dus gelezen dat de toren van Pisa al in 1100 was gebouwd. Hoe dan? Echt ziek. Ja, we gaan hem nu in real life zien en we gaan natuurlijk de picture maken van... Oh. Ja. Ja. That's right. Maar er zijn ook allemaal muren omheen, net zoals Luca. Allemaal van die stadsmuren. Echt heel... Mooi man. Heel oud nog allemaal. Heel middeleeuws of zo, weet ik wel. Je zoekt maar wat uit. Ja. Daar komt ie. Nee. Oh, huh? Waar is hij nou? Waar is die gek nou? Ik denk, nou komt hij hoor. Dit is de Dom. Dit is de Dom. Dom van Pisa, oftewel Duomo Santa Maria Assunta di Pisa. Maar waar is nou die toren, joh? Jongens, we zien hem, we zien hem, we zien hem. Hij is daar. Nou, niet normaal. Iedereen is natuurlijk een foto aan het maken van, oh, ik heb hem vast. Zo, hij zat echt
aardig scheef. Maar hij staat ook een soort krom, las ik dus op het internet. Snap je? Dus hij staat niet zo, maar hij staat een beetje zo. Maar vanaf waar heb je de grootste? Vanaf hier moet je dat doen, denk ik. Ja, ik ga een stuk. Mooi torens, hoor. Oké, we zijn aangekomen op het strand. Het is hier zo tering groot. Kijk. Het gaat gewoon oneindig door. In stand, tenten, tentje. Wow. Ik word heel duizig. Zo, ik zag echt een soort vermogen. Oké, maar we hebben hier een lekker plekje. Dit hebben we voor 40 euro gehuurd voor een dag. Maar het was dus echt ziek raar, want dit staat dus helemaal bekend als beach club strand. Wisten wij niet, maar het zijn Maggie, want ik kom natuurlijk uit Italië. En die zei dat het best wel een soort duur en chic hier is. Maar we hebben ook gemerkt, want letterlijk alle tentjes zaten vol. Ja, volgeboekt voor het hele seizoen, volgeboekt. Dus mensen boeken gewoon een heel seizoen een bedje. Dus wij hebben echt best wel een tijdje naar strandtentjes moeten lopen. Maar we zijn nu bij één waar je gewoon, wel, ja, dat is nu voor 40 euro, bedje en stoeltjes en zo. Parasol, nou echt fucking chill. Ja, dan moet je even goed op letten. En er was ook gewoon één tent met Louis Vuitton. Dat was een Louis Vuitton tent. Echt ziek raar. Maar, nou, wij zitten hier echt top. Lekker te zonnen. Ik ben lekker een boekje aan het lezen. Nou, heerlijk stranddagje. Ik heb wel gevlogd. Veel. Ik ben ook aan het vloggen. Ja, leuk. We hebben heerlijk op het strand gelegen. Het is nu iets van 5:10. We gaan nu weer naar de auto lopen. Hier zijn allemaal strandboekjes en zo. Stan heeft even zijn schoenen, zijn voeten schoonmaken. We gaan nu met de auto terug. Het is wel nog 50 minuutjes terug. En we hebben gereserveerd bij een restaurantje bij ons in de buurt. Schijnt nou helemaal leuk en cute te zijn. We gaan het zien. Het zal vast wel leuk zijn. Het is ook op loopafstand, dus dat is gewoon chill. We hebben om 8:00 gereserveerd. Dus gaan we lekker naar huis, even douchen, klaarmaken en dan is het alweer de laatste avond op deze plek. En dan gaan we morgen naar Florence alweer. Dus we moeten, ja, morgenochtend gaan we gewoon een beetje spullen inpakken zo toch? Dat gaan we niet nu al doen. Nee, voor Florence gaan kijken wat we daar nodig hebben. Ik ga gewoon een aparte tas maken voor Florence, want... Ik denk niet of we daar de auto dichtbij kunnen zetten. Dus nooit twee tassen. Ja. Ja, ik ga gewoon wel meerdere tassen, maar niet heel mijn koffer en zo mee. Dat is zoals helemaal niet van. Nee. Wel even een lekker dagje hoor, aan het strand gelegen. Ben ik nog bruin geworden? Nou, dat kan je niet zien. Woe! 3 keer raden waar we zijn, jongens. Bij de Make Drive! We hadden echt zoveel honger nog. We hebben geen idee, kut. Maar we hebben niet zoveel gegeten vandaag. Nee, we hebben eigenlijk alleen ontbeten en chips op. Dus we wilden even... Oh, wat hebben ze hier allemaal? Buonasera, sono Alessandro Medica. Hello. Hello, hi, that means. Hi, one minute. Kunnen ze niet gewoon het hele menu laten? McChicken. One McChicken pesto rosso. Okay, only sandwich or meal? Only and one McChicken Mediterrano. Okay. Gewoon één burgertje toch? 12 euro 80 cents, come to for 2 minutes. Yes, thank you. Okay, nou dit is wel een leuke taste. Maar ze hebben hier alleen McChickens. Nee, ze hebben veel meer, maar ze lieten niet de hele kaart zien, denk ik. Nee. Wat is dit voor ghetto McDrive? Okay, thank you. Have a good day. Yes, thank you, same. Oh, wat een liefie. Ik liet alleen een McChicken zien, maar ik hou wel echt van een McChicken. Ja, we hebben dus een probleem. Kwart voor zijn we thuis, joh. We zijn kwart voor thuis. En we... Oh, dan hebben we een uur. Ja, maar we moeten nog eten, hè. Dus volgens mij zijn we lekker bruin geworden vandaag. Zit er goed in, Olie. Lekker. Echt leuk om McDonald's in een ander land te proberen. Nee, is wel dat niet erg. We moeten wel even taste test. Oké, McChicken. Dit is de rosso. Moet je het laten zien dan ook? Ja. Nou, moet je kijken, dames en heren. Wat zit erop? Bacon. Bacon en 2 vlakken sla. Bij mij? Ik heb echt geen idee. Sla, tomaat, kip, mozzarella of zo. Mm. Is het goed, ja? Ja. Heup. Here we go. Oh, van heup. Hij is heel warm. Hij is wel lekker, maar ik snap de pesto rosso niet. Ik vind het ook lekker, maar ik vind het geen Mackie vibe. Nee. Shit, hoor. Maar wat is dit voor sausje? Ik kan hem even niet plaatsen. Nee, wat is dit? Wat is dit? Wat heb jij? Chocola? Ah. Nou, dat doen we zo wel. Godverdamme, het ligt erg. Ik wil dat stuk. Oh. Ik wil dat stuk sla pakken. Mag ik bij jou even? Godverdamme.
Je bestelt toch, nee, lekkerder. Je bestelt toch zelf iets? Ja. Nu wel lekkerder. Een heel raar zuur sausje of zo. Wel lekker. Olijven. Dus olijven. Dat is wat ik heel raar maak. Ik moet wel lekker. Ik wil ook even jouw mening weten. Een hapje nemen. En? Nee, hè? Nee, beter. Nou, juist wel lekker daar. Volgende. Nou, wel even prima hapje, want ik had echt zin in, maar ik ga deze nooit meer nemen. Dit is wel even chill voor de avond eten. Maar even pas over 2 uur. Wow. Wel grappig om uit te proberen. Ik heb nu ook een hele kip gehad. Top. Ja. En dit is je best voor mij. Wat de fuck heb jij voor chocola gepakt? Ligt hier beneden ergens. Wat is dat dan? Ja, heel naar. Geen idee, onder de stoel. Nou. Doei. Nou, we zijn weer lekker klaargemaakt. Dit is de look. Heel cute topje van Naked. Broekrokje van Jill. Van Chiquel. Leuke tas van Naked. Het is kwart voor. Nou. We zijn te vroeg. Te vroeg? Ja, hebben ze 8 uur open. Nou, het is hier 10 minuutjes van nalopen. Maar het gaat af van Apple Watch. Mooi van zonnegang. Not yet. Ja, maar het staat 10 minuten lopen, maar misschien is het wel langer. Denk het niet. Ja, misschien wel. We zien het wel. Een traveling. Mooie nature walk. Little hike to our restaurant. Waar moeten we heen? Daar of daar? Wat denk je? Ik denk daar. Ja. Jee. Nou, we zitten bij het restaurantje. Het is echt zo cute. Kijk hoe leuk het is. Hij heeft net, we hebben als antipassie allemaal vleeswaren. Dat heeft hij net helemaal voor ons gesneden en zo. We gaan het nu proeven. En het, nou, het is echt helemaal leuk. Dat is lekker hoor. Ja? Ik heb lekker een truffelpasta. Jij hebt een tortellini of zo? Met duck sauce. Met duck sauce. Ook heel lekker. Lekker eten, lekker moker. Nou, we zijn lekker aangekomen bij Toetje. Ik heb een scroppino. Stan heeft een crème brûlée. Eet smakelijk. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Het is zaterdag. We zijn wakker geworden. We gaan even lekker ontbijten. Helemaal zin in het ontbijt hier, want het is zo lekker en leuk. En vandaag gaan we hier weg, maar het wordt echt heel warm. Dus we gaan hier even aan het zwembad liggen. En dan gaan we daar naar Florence. Het is maar een uurtje rijden. Dan zijn we weer 2 nachtjes in Florence. Helemaal leuk. Santé. Ik deed net, ik heb door. Ik zit allemaal even te bekijken. En wat zit je te bekijken? Jou, hoe zie je nou weer bij ligt? Ik lig er gewoon zo bij. Is nu. Ben je aan het vloggen? Ja? 2:30. We hebben lekker een hele ochtend. Nou, we hebben de kamer opgeruimd en ingepakt. En we liggen nu lekker te zonnen hier met het zwembad. Spelen. Mega warm. En we dachten, ja, als we nu naar Florence gaan, daar is echt 37 graden. Dus we willen daar een beetje eindmiddag zijn. Het is een uurtje rijden ook maar. Eindmiddag? Ik ga hier niet nog langer liggen hoor. Nog een uur rijden. Misschien even naar de supermarkt water halen en zo. Ja, dat kan wel. Gewoon dat we daar rond 3 zijn. Dan gaan we weer naar Florence. Het was echt super leuk bij dit verblijf. Echt een hele lieve vrouw. Lekker ontbijtjes. Nou, dat was echt top. En misschien kunnen we dan ook even misschien een lunch halen of zo. En even water drinken. En ik wil wel hier. Zo leuk. Zo. Ja, dus dan gaan we 2 nachtjes Florence. En dan gaan we maandag naar het laatste verblijf. En daar blijven we 4 nachten. Nou jongens, we zijn aangekomen in onze Airbnb. Het was echt een gezeik om die auto te parkeren. En weet ik het allemaal. En in de stad is gewoon kut. Maar, we made it. En we hebben echt een super chill Airbnb. Het is helemaal ja, lekker nieuw. Schoon. Lekker keukentje. Helemaal top. Een tv. Met Netflix. Dus specifiek helemaal leuk. Ja, en dan heb je hier zo de badkamer. Lekker ruim en groot. En dan hier nog de slaapkamer. Dus vet groot. Heel erg chill. Ik denk dat we nu gewoon even lekker gaan chillen hier. Gaan klaarmaken. En dan een beetje namiddag de stad in. Hoe laat is het nu? 5 uur. Ja, misschien dat we over een uurtje, 1,5 uur de stad ingaan. Dan is het ook wat minder warm. En dan gaan we even rondkijken. Denk wat eten. Dus helemaal chill.
Nou, we hebben ons even lekker klaargemaakt. Ik heb een knot in. Dit is de look. Leuk topje van de Zaar. Hoekje of een rokje van Pieces. Mijn schoenen. Tas van Niks. Oorbellen van Bijou Brigitte. En we gaan dus eten bij een soort steak restaurant. En het schijnt dus een Florentijn, zeg ik dat goed, toch? Ja, Florentijn. Gerechten zijn. Dus allemaal, het staat echt bekend om een steak en zo. Dus ik ben echt benieuwd, want er hebben al heel veel pasta op, pizza. Dus we dachten wel voor een keer lekker vlees. Dus ja, het is nu 7 uur. We gaan even de stad in en verlopen. Eerst en om 8 uur hebben we gereserveerd. Dus leuk. We zijn bij het restaurant. Echt heel erg leuk. We hadden dus de dag dat we hadden gereserveerd, maar het was niet geconfirmed. Maar we hebben echt 5 minuten gehad. Nog niet eens, denk ik. Dus, nou, was echt top. En dit staat dus heel erg bekend om hun steak en hun Italiaanse vlees. Dus we hebben nu iets besteld en echt geen idee. We hadden eerst iets uitgezocht. Ja. Ik dacht dat het helemaal het was, maar... Toen zei hij, nee, dit is niet Italiaans. Dit moet je niet nemen. We hadden een fles wijn, zegt hij, nee, is ook niet goed. Ja. Wees je een fles van 100 euro aan. Ja, hij probeerde echt van alles te kopen. Dus op een gegeven moment werd ik echt geïrriteerd. Hij ging gewoon echt fles van 180 euro. Dus ik zeg, no, I want more cheap. Want ja, ik hou wel van wijn, maar ik ga niet 100 euro van fles wijn uitgeven. Op een gegeven moment heb ik echt heel veel boek door staan bladeren, maar echt wel honderden wijn. Op een gegeven moment zeg ik, doe deze, maar was gewoon 1 van 32. Ook gewoon, nou, echt met hem. Super lekker. Gewoon, echt, ik proef het niet hoor. Ja, het was super lekker. Ik drink het lekkerder dan je weet omdat je daar veel meer op komt. Ook bij die hoofdgerechten. We zeiden van wij willen dit. Ja, nee, hij zei wel van het is niet Italiaans. Nou ja, hij zegt het is niet Italiaans. Als je dat niet erg vindt, dan kan je het doen. Maar we hebben nu wel goede opgekomen. We zouden er wel komen. Het staat daar trouwens. Dat is een mijn powerpulsie erbij. Pakken we daar, ja. Zo hebben we een pilsie. Nou, wel leuk. Het grappige is dat ik dit dus blijkbaar al in mijn notities had opgeschreven. Dat ik had gevoeld op TikTok dat ze hier dus de beste steak hebben. Nou, we gaan het zien. Nou jongens, het is er. Het ziet er echt bizar lekker uit. En? Is het goed, hè? Ik ga even voor jullie testen. Heel goed. Het ziet er ook echt... Je wordt trouwens wel heel goed gevonden, want ze gaan wel alles uitleggen. Want wij zijn de hele. Wij hebben dus Rare. Ziet er heel uit. Het is lekker. Ze hebben ook van die goede zoutstukken erop. Oh ja. Dat doe ik echt. Dat is echt snel. Dat is niet normaal. Dit is zo goed. Ja. Echt die barbecue smaak, die is echt die grill. Goede grill, ja. Barbecue. We hebben echt een goede vleesdag, hè? Vanmiddag al die carpaccio rollen. Nou, echt heel lekker. Ik heb die salade op mijn bord. Ik vind het wel echt heel veel. Eén heb ik teruggevoerd. Ja. Niet normaal. Hoe lekker. Goedemorgen allemaal. We hebben echt ziek uitgeslapen. We hadden in ieder geval de werk om 9 uur gezet. En toen zijn we gewoon weer in slaap. Omdat we gewoon heel moe waren waarschijnlijk. Het is nu alweer 10:45. Ik heb even snel een outfitje aangetrokken. Ik dacht, doe maar zo luchtig mogelijk. Dus ik heb dit aan. Broekrokje van mijn Zaar. En dan echt gewoon een minuscule topje. Maar ik dacht, ja, wel gewoon chill. We hebben net even ontbeten hier. We gaan dus nu de stad in. We willen een paar dingen bezoeken. We willen een sandwich halen bij een bekend, ja, typisch Florence brood. Oh, je lijkt een beetje op 00. We willen naar de Central Market. Daar heb je een soort food hall. En dan vanavond willen we naar dat soort uitkijkpunt over Florence heen. En dan willen we daar gewoon lekker pizzaatje gaan eten. En het gaat daar helemaal gezellig zijn. Dus... we daarheen gaan. Dus dat is een beetje het plan. Het wordt een dag. Het wordt 37 graden in de stad. Nou, echt. Schiet mij maar. Oh, moeten we nog langs de auto lopen? Oh ja, daar. Moeten we daarheen? Ren even naar de overkant? Ja. Als je nu rent, gaat het. Even kijken.
kijken of de auto nog staat, of die heel is. Maar we gaan dus een paar dingetjes bezoeken. Nou, als je zo in de schaduw loopt, is prima. Mensen moeten niet zo aanstellen. Ja, we zien het allemaal wel. We zien het allemaal wel. Ik heb sowieso nooit last van die eten. Nee, jij niet. Nou, we zijn een beetje aan het rondwandelen. Het is echt zo dat Florence is echt een soort openluchtmuseum. Want op elke hoek kom je wel weer een museum tegen, een gebouw, een standbeeld, een kerk, weet ik het allemaal. Dus dat is wel heel leuk om te zien. En we zijn nu hier bij Pontvecchio of zo. Maar dat is dus een bekende brug met huizen eigenlijk. Heel grappig. Dus kijk, daar tussendoor lopen mensen. En aan de zijkant zitten allemaal huisjes omheen gebouwd, soort. Zo cute. Dus daar gaan we nu voorheen lopen. We zijn nu in een soort foodmarkt. Markthal bedoel ik. Wow. En we hebben zo'n lekker broodje gehaald. Dus we gaan hem proeven. We hebben met prosciutto en burrata stracciatella. Taste test. Die van 00 ziet er wel beter uit. Ik ken die niet. Ik deed one year when I was 10. Wel goeie. Mm. Wel lekker brood. Ik vind het wel goeie. Mm. Ja. Nou jongens, we zijn bovenaan gekomen bij de bekende punt. Maar het is hier zo fucking druk. Wij dachten van leuk, pizza het even hier. Maar het is zo ziek druk. We hebben wel lekker pizza en een biertje. Nou, helemaal top. Mooie view. Dus Dan is nu even daar achter kijken. Bij de echte trappen, zeg maar. Maar het is zo druk. Wij dachten leuk, we zijn op TikTok, maar... Ja, ik zou niet aanraden om hier lekker te gaan eten en te chillen, want het is zo fucking leuk. Maar ja, we hebben wel even lekker pizzaatje, dv'tje, helemaal prima joh. Ik heb die trappen niet eens gezien. Ik ook niet. Hoe kon jij die trappen zien? Ik heb die van de zijkant helemaal erg. Oh, waar zijn die trappen? Hier beneden? Ja. Oh, die zijn hier beneden. Oh. Guys, we zijn weg bij de, hoe heet het eigenlijk? Piazza de? Ja, ik weet het niet. Michelangelo of zo? Ja, plein, zoiets. Oh, het was zo druk, maar het was wel een hele mooie view. Het is echt leuk, maar ja, zoals ik al zei, ik zou je niet aanraden om daar lekker weer op je gemakje te gaan eten. Hè? Het is gewoon leuk om te zien, maar het is echt prima. We zijn nu even weer ons favoriete spelletje aan het doen, Quix. Lekker een sprietje, een drankje van de vakantie. Van de vakantie zo. Ik drink heel veel in Italië. Ja, je ziet iedereen spritsen gewoon, letterlijk. Oh, je ziet eigenlijk bijna niks anders. Of wijn of een appelletje. Nou, het is mijn land. We zitten bij die kerk hier. Een zijstraatje. Nou, helemaal leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. Het is een nieuwe dag. Week. Dus het is einde van de vlog. Ik hoop dat jullie de eerste vlog van Italië leuk vonden. We zijn hier nu tot zaterdag. Nou, vrijdag gaan we rijden. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En natuurlijk te abonneren, te supporten. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now.